Welkom bij weer een nieuwe video van onlinehoortstel.nl. En vandaag mag ik u meenemen in wel een heel bijzonder unboxing video. Namelijk die van de Phonak Lumity Slim. En dit is echt een ander toestel dan dat we gewend zijn. Ze noemen het wel een designers hoortoestel. Hij ziet er ook totaal niet meer uit als een hoortoestel. Hij lijkt wel verdacht veel op een toestel van Signia, namelijk de Stiletto, die al een aantal jaar geleden uit is gekomen. Maar dit vind ik wel heel leuk om u te laten zien. Want nadat we een Slim hebben besteld, krijgen we het als volgt binnen. Natuurlijk een doosje met de oplader, een uitgebreide handleiding, een speakertje. Een speakertje die we gewoon gewend zijn van de Phonak hoortoestellen. En zo'n doosje. Een doosje waar het toestel goed gesield in zit. Met een QR-code naar de handleiding in allerlei talen. Dit is het toestel. Hij is dus heel lang gerekt. Het is een heel dun toestel, maar hij is heel erg lang. We hebben hem nu in het zwart besteld. Maar hij is weer in allerlei kleuren te verkrijgen. En hij is niet helemaal zwart, maar de buitenkant is een beetje grijs. Er zit maar één knop op. Helemaal onderaan de kleine contactpuntjes waarmee die opgeladen wordt. En hier bovenin weer de mogelijkheid om een speaker in te stoppen. Het is echt wel even heel anders als dat we gewend zijn. Nou, de bekende speaker met de verschillende domes. De dome hier is afhankelijk van de grootte van de gehoorgang. Maar het type doom is natuurlijk ook afhankelijk van het type gehoorverlies. Plop. En hierbij bestellen we toch echt wel een linker en een rechter. Dus we hebben hier geen links en rechts markering. Maar de vorm van de linker en de rechter is toch echt net even wat anders. Daarom zien we ook hier aan de binnenkant een R'tje staan van rechts. En alle informatie over het toestel staat hier ingegraveerd. Echt wel een heel mooi toestel om te zien. Ik ben benieuwd hoe die achter het oor zit. En dan hier ook de oplader. De oplader is ook echt anders. Want het hele toestelletje is natuurlijk anders. Op, ze hebben hem goed geseald. Gebruiksaanwijzing. En een heel mooi klein plat doosje. Met onder achterin weer een USB-C ingang. Even kijken wat er nou nog meer in zit hier. In ieder geval zit het goed geseald allemaal. Hoppakee. Ah, kijk eens aan. Dat is de adapter. En natuurlijk de kabel. Dit lijkt dus een opbergdoosje, maar het is ook echt wel de lader. Rechter. Even kijken hoe dit er dan in gaat. Oh ja. Ook dit wordt weer met een magneetje aangetrokken. Dus hij zuigt zichzelf erin. Het ziet er wel echt keurig uit. Het jammer is dat er geen accu'tje in zit. Dus hij moet echt aan het stroom om opgeladen te worden. Maar het is ook meteen een mooi doosje om hem in mee te nemen. Goed, qua uiterlijk is hij dus echt heel erg bijzonder. En hoe die achter het oor zit, dat ga ik u nu demonstreren. Hij voelt in ieder geval goed achter het oor. Het voelt en zit heel erg prettig. Nu is de techniek die erin zit eigenlijk één op één te vergelijken met de hele Lumity-serie nu. En ze zijn er in twee verschillende techniekniveaus, namelijk de 90 en de 70. En we zijn gewend van de Lumity dat er een hele goede automaat in zit die zich aanpast aan de verschillende luistersituaties. En die ook een programma heeft om richting gevoelige microfoons te activeren. Er zit dus een accu in die een hele dag meegaat. 'S Avonds zet u hem in de lader en de volgende dag is die klaar voor gebruik. En er zit ook tapfunctie in, waarmee u als u verbinding heeft met een mobiele telefoon, want dat kan dus door middel van Bluetooth, zowel Android als de gewone iPhone, kunt u met de tapfunctie een telefoontje beantwoorden of weer neerleggen. En u kunt maximaal twee actieve Bluetooth apparaten tegelijkertijd hebben. Dus
twee mobiele telefoons, maar kan ook bijvoorbeeld een tablet of een mobiele telefoon. Dus dat is wel echt uniek van Phonak. Dat zien we bij andere fabrikanten eigenlijk niet. Dan zien we maximaal één toestel. En er zit ook dus een klein drukknopje op die we multifunctioneel kunnen instellen. Dus of voor de volumewijziging, of voor een programmawijziging, of voor het opnemen van bijvoorbeeld een telefoongesprek. En natuurlijk kunt u ook de MyPhonak app gebruiken in combinatie met deze Phonak Slim toestellen. En wat ik al zei, de automaat van dit toestel is ontzettend goed. Hij schakelt zelf, hij past zich aan de verschillende luisteromgevingen. Maar met deze app kunt u zelf ook nog wat bedienen. U kunt de ruisonderdrukking activeren of agressiever zetten. U kunt de stand van de microfoon wat bepalen. Maar u kan hem bijvoorbeeld ook vast in een programma zetten. En daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw gezondheidsgegevens bij te houden. Er zit bijvoorbeeld een stappenteller in. Die ziet hoeveel stappen u op een dag heeft gemaakt. Dus dat zijn allemaal leuke gadgets. Uiteindelijk is het natuurlijk bedoeld om beter te verstaan. En dat doet hij ook wel heel erg goed. Al met al is die Phonak Slim eigenlijk een heel mooi toestel. Met de meest geavanceerde techniek van Phonak zal u hiermee echt goed kunnen gaan verstaan in de rumoerige situaties. Wel afhankelijk van de mate van uw gehoorverlies natuurlijk. Het is niet bedoeld voor de hele zware gehoorverliezen, maar meer bedoeld voor de beginnende en matige gehoorverliezen. Qua design ziet hij er erg mooi uit. Het is echt iets anders als een normaal hoortoestel. Maar qua zichtbaarheid valt hij toch een beetje tegen. Doordat hij wat langer is dan alle andere hoortoestellen, valt hij wat meer op als de mensen van achter kijken. Al met al wel een hartstikke mooi toestel. Bedankt weer voor het kijken naar deze video. Wilt u nou nog meer zien over hoortoestellen en alles op het gebied van horen? Vergeet dan vooral niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Vond u deze video nou interessant? Dan zou het leuk zijn als u deze liked. Mijn naam is Guido Makker, ik ben Audicien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.